Hoi, in live en we gaan het vandaag hebben over spreetjes. En wat voor een spreetjes zouden dat zijn? Nou, ik kreeg van Astrid een leuke vraag. Goh, Daniel, heb je nog een receptje voor me voor een spray voor bedlinnen? Nou, bedlinnen, ja, goed. Ik pak het altijd wat breder. Dus als ik een spreetje maak waarop staat voor bedlinnen, dan gebruik ik die ook om in mijn klerenkast eventjes rond te sprayen. Of mijn gordijnen even in te sprayen. Mijn kussens even in te sprayen. Nou, noem maar op. Zelfs mijn jas of een trui. Nou, in ieder geval, ik maak het wat breder dan alleen bedlinnen. Je snapt wel wat ik bedoel. Nu heb ik gemaakt een aantal receptjes. En net zoals gisteren, als jij deze receptjes wilt ontvangen, dan stuur je me even een berichtje hieronder aan het filmpje. En dan stuur ik ze je eventjes in de messenger door. Alleen vandaag heb ik ervoor gekozen om een beetje apartere receptjes te pakken. Dat betekent dat ze niet allemaal te maken zijn met de olietjes van de starterskit. Daar kan ik heus ook nog receptjes van geven, maar ik vond deze vandaag wel heel erg leuk om met jullie te delen. En eigenlijk krijg je ook meteen een inkijkje van wat voor soort oliën zijn er nog meer dan alleen voor die starterskit. Wat heb ik gemaakt? 5 recepten. En er zijn 2 recepten bij om op je kussen te sprayen. Dus ik heb die ook kussenspray genoemd. En eentje is om in slaap te vallen. Dan pak je een 30 ml flesje. Die heb ik boven liggen, anders zal ik ze je even laten zien. Dat is gewoon zo'n bruin flesje, weet je, met zo'n spraydingetje op. Eentje van 30 ml, daar heb ik alle receptjes op gebaseerd, hè? 30 ml. Nou, om in slaap te vallen heb ik ervoor gekozen om 6 druppels Northern Light Black Spruce. Zeg ik het goed, Ellen? Mm-hmm. Ik denk altijd spruce, hè? Sommige woorden kom je gewoon echt niet uit. Dus Northern Light Black Spruce. 6 druppels. En 6 druppels lavendel. Het is een hele mooie combinatie om in alle rust in slaap te kunnen vallen. Maar zeg je nou van, ja, ik val wel in slaap, maar ik ben meer op zoek naar een diepe slaap. Ik wil in een diepe slaap vallen. Dan heb ik een ander recept voor je. Want dan is het ook heel belangrijk dat je alle prikkels en je overprikkeldheid van de dag eigenlijk van je af kunt laten zakken of glijden. En dan heb ik het recept voor je gemaakt om 5 druppels vetiver te gebruiken, 5 druppels bergamot en 5 druppels frankincense. En die noem ik dan de kussenspray van diepe slaap. Dus je ziet dat hier ook op mijn blaadje. Ik heb dat eventjes zo erbij geschreven. Ik hoop dat het niet een spiegelbeeld is eigenlijk. Want dat heb ik nog niet in de gaten wanneer iets spiegelbeeld is en wanneer niet. Maar dan nu die linnenspray. Nou, ik heb een ladylike linnenspray voor receptje voor je gemaakt. En ladylike, daarmee bedoel ik eigenlijk dat het gewoon echt zo'n lekker geurtje is. Tenminste, veel dames vinden dat een lekker geurtje. En dan heb ik het over weer 30 ml in een sprayflesje. Hè? Dan heb ik het over 10 druppels jasmijn en 10 druppels patchouli. Dat is in mijn optiek zijn dat toch wel echt ladylike geurtjes. Dan heb ik een linnenspray gemaakt, fris en schoon. Fris en schoon, dat vinden we eigenlijk allemaal wel heel fijn. Hè? Want kijk, het is nou het mooiste weer buiten. We zullen ook wel allemaal de ramen lekker openzetten. Dus om die frisse, schone geur ook in je huis te krijgen, is de spray dus weer 30 ml. En dan heb ik 7 druppels citroen, de lemon. 6 druppels eucalyptus en 7 druppels grapefruit. En dan moet je weten dat de citrusvruchten samen eigenlijk over het algemeen de citrusvruchten, maar dat je daar wel vrolijk van wordt. En eigenlijk als je in je diffuser de lemon, de orange en de grapefruit doet, nou, dan word je echt wel vrolijk van. En sommigen noemen het zelfs een natuurlijk middeltje tegen een depressie. Dus een antidepressieve, maar dan in je diffuser. Dus zo sterk werken die geurtjes. Dus fris en schoon, dat is dan dus met lemon, eucalyptus en grapefruit. Fruit. Ik lust het nog niet eens eens, hè? Ik lust echt geen grapefruit. Verschrikkelijk! Je kunt het aan iedereen vragen die me kende, die me ooit een keer een hap met grapefruit heeft zien nemen. Nou, echt, iedere rimpel die je gezicht kan maken, die heb ik dan. Maar
De olie van de grapefruit wordt gemaakt uit de schil. Dus die smaakt ook niet zuur. Die smaakt ook, die kun je dus gewoon innemen in je thee of zo. Dat geldt voor lemon exact hetzelfde. En voor orange ook. De olie komt uit de schil. Dus die zuurigheid die je in de vrucht hebt, heb je totaal niet in de olie. Dus de grapefruit kan ik heel goed verdragen in mijn kopje thee. Of in de capsules die ik maak. Dan heb ik nog een andere spray. De laatste, een kalmerende linnenspray. Die is ook wel heel fijn om in je slaapkamer te gebruiken. Ook op de kussens uiteraard. Maar ook op je bed, maar ook in je klerenkast. Eigenlijk gewoon heel die sfeer in je slaapkamer om in slaap te vallen. Maar die kun je ook heel goed gebruiken in je woonkamer bijvoorbeeld. Maar dan hebben we het over 10 druppels lavendel, 10 druppels frankincense en 5 druppels purification. En die drie olietjes zitten wel allemaal in je starterskit. Dus vandaag deze recepten, niet allemaal starterskit recepten of olietjes daarvoor. Eentje eigenlijk die je daar echt helemaal mee kunt doen, maar wees gerust. Wil jij nou recepten van mij maar die alleen maar bij de starterskit passen? Laat me dat even weten, dan maak ik voor jou ook een mooi blaadje. En zeg je van, nou, ik heb inmiddels ook al een, nou ja, je ziet er een paar staan. En aan die kant, kijken of ik het kan draaien, staan er nog een paar. Je zegt dat je zegt van, ik heb wat meer olietjes in huis. Dan zijn deze receptjes misschien heel erg leuk voor jou. En wil je echt alleen maar receptjes van de starterskit, geen probleem. Stuur me even een berichtje, geef me aan over welk thema. En dan ga ik voor je aan de slag maken, voor jou natuurlijk ook receptjes. Daarnaast is het heel erg leuk en ik heb het gisteren ook gezegd, maar ik ben er zo blij mee, dus ik zeg het nu nog een keer. Heb jij die starterskit al via mij of een van mijn oliecollega's, dan krijg je de toegang tot de Academie van Oil to Bloom. Je krijgt een inlogcode, je krijgt een wachtwoord. Daar staat een bak aan informatie in. Het is echt ongelooflijk wat je daar allemaal in kunt vinden. En dat dus van e-boeken, recepten, alle informaties van olietjes van A tot Z. Welke manieren dat je olie kunt gebruiken, noem maar op. Je kunt daar zoveel vinden en ik zelf kijk daar ook heel veel en heel vaak in. Dan nog een klein nieuwtje voor degenen die daar nieuwsgierig naar zijn. De Thieves is weer in Nederland verkrijgbaar. Hij was helemaal uitverkocht. Hè. We weten de Thieves, hè, die enorme bacteriekiller, je immuunboost van de Thieves. Maar hij is weer te krijgen. En weliswaar één flesje van 15 milliliter per persoon. Zodat zoveel mogelijk mensen de Thieves in huis kunnen hebben. En ik geloof de Thieves van de Plus-serie is ook weer te krijgen. En mee, zo met en met, komen alweer olietjes Europa binnen. Dus let daar even op. Mocht je daar interesse voor hebben, dan kijk meteen even om die op tijd te bestellen. Oké, dit was het even voor nu. Ik vertrouw erop dat jullie allemaal mij laten weten waar je graag van wilt. Een thema of een onderwerp. Speciale olietjes, eentje in de kijker zetten. Recepten van de starterskit, noem maar op. Of voor kinderen of ja, huisdieren, nou, noem maar op. Laat het me even weten, dan maak ik daar een filmpje van je. En dan maak ik receptjes en stuur ik je allemaal toe. En nog iets anders, ik ben bezig met de presentaties die we normaal gesproken hier in de praktijk doen, tijdens infoavonden, om die in te spreken voor je. Dan maak ik een URL van en dan zet ik die ook in deze groep. Dus dan zie je mijn presentatie en hoor je mijn stem als ik erover praat. Dus nog meer informatie voor jullie komt er echt wel aan. Oké, dit was hem dan nu echt voor nu. En ik ga dit filmpje ook wel uploaden in YouTube. Dan kunnen jullie dan nog een keertje terugkijken. En dan zeg ik voor nu een hele fijne dag. Blijf gezond. Blijf binnen. En maak er het beste van. Doei doei.